Goedemiddag, we zijn hier bij de Van Ieperen proef met eigenlijk alle biofungiciden die er zijn in de komkommerteelt. En onze technische specialisten Martijn en Wessel kunnen hier alles over vertellen. We staan hier bij de meeldauw- en komkommerproef van Van Ieperen in het World Horti Center. Deze proef hebben wij hier neergelegd omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen jaren best wel wat groene middelen of biofungiciden zijn toegevoegd aan het lijstje van meeldauwbestrijders in de komkommer. Ook hebben we te maken met middelen die wegvallen, zoals Rocket, die eind van het jaar wegvalt. En daardoor zijn we eigenlijk op zoek naar vervangers of in ieder geval producten die in de buurt komen met de bestrijding ervan. En deze proef gaat het dus puur op de biologische fungiciden. We hebben een zestal producten hebben we hier zo in de proef liggen, waarvan twee werken op het afweermechanisme van de plant, zodat die beter beschermd is tegen een eventuele infectie van de meeldauwsporen. We hebben drie producten in deze proef liggen die op basis zijn van concurrentie op het blad, waardoor een meeldauwspoor zich moeilijker of niet kan vestigen op het blad, omdat daar al op dat moment een bacillus aanwezig is. En daarnaast hebben we nog een middel op basis van een bepaald soort zout. Dat is een curatief middel. De overige middelen hiervoor waren allemaal preventieve middelen. En het curatieve middel is daardoor alleen op latere momenten toegepast, zodat hij beter tot zijn recht komt. Nou Wessel, dankjewel voor de introductie van de proef. Ik heb er gelijk eigenlijk een vraagje over. Ja, de spuitinterval, hoeveel keer wordt er middel gespoeld? Is het belangrijk voor het resultaat? Ja, Edwin, bedankt voor je vraag. De proef is aangevraagd door Van Ieperen, uitgevoerd door Vertify. We hebben samen met hun een proefplan opgesteld waarbij er vier bespuitmomenten zijn geweest. De T1 tot en met T4. En tussen T2 en T3 hebben wij de planten geïnoculeerd met meeldauwsporen. Dat kun je hier zien. Hier hangt een geel lipje. Alles daarboven is geteld als preventieve bestrijding en alles eronder als curatief. Dus alle preventieve middelen hebben we vier keer toegepast. En de curatieve middelen zijn twee keer toegepast nadat dat lipje opgehangen is. Want zo groot waren de planten toen die inoculatie heeft plaatsgevonden. Er zijn een aantal middelen die kwamen er wat mooier uit, een aantal kwamen er wat minder uit. Waar je wel even rekening mee moet houden is dat bij inoculatie de druk van de meeldauw extra hoog is. Dus in de praktijk komt er een enkel spoor op de plant en dan krijg je een meeldauwbesmetting. En hier ga je in één keer heel veel erin stoppen. En we hebben al wel wat verminderd, maar je kunt het goed zien op de bladeren. Heel goed gelukt, zo kun je het eigenlijk alleen maar noemen. De meeldauw zit er goed in. Nou Martijn, welke middelen zou je willen uitlichten waar je eigenlijk heel erg positief over bent? Ik wil er graag twee middelen uitlichten die er toch best mooi uitkwamen in deze proef. De eerste is Fado. Daar zien we toch dat hij het hoogste scoort. Dus we zien minder meeldauw in vergelijking tot de andere biofungiciden. En ook Sonata komt er goed uit. Dit is Fado. En ook als je hem naast onbehandeld bekijkt, dit is onbehandeld. Nou ja, deze is gewoon echt helemaal wit van de meeldauw. En met de Fado zien we toch door die plantversterkende werking dat de meeldauw veel minder erin zit. En dat blijkt ook uit de resultaten. Dus visueel zie je dat verschil. En ik ben echt wel heel erg benieuwd wat dit in de praktijk kan opleveren voor ons en voor de kweker. Martijn, heel mooi om te zien dat we heel ver kunnen komen in de komkommerteelt met biofungicides. Dat is ook echt de toekomst waar we natuurlijk naartoe willen. Met groene middelen komkommers telen. Ja, met deze proef hebben we goed kunnen zien wat de solo toepassingen naast elkaar doen, dus vergeleken met de andere. En daardoor kunnen we gewoon op de werkvloer in de praktijk kunnen we veel beter passend advies geven. En daarmee hopen we de teler verder te kunnen brengen.